Het is morgen alweer de vijfde dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament. En we gaan vooruitblikken. Richard, we beginnen met een dubbel. Een ongelooflijk leuk dubbel. Namelijk het Nederlandse team Robin Haase, Matthew Middelkoop. Tegen het Belgische team Sander Gillis en Joren Vliegen. Gewoon heel leuk dat, ik moet zeggen, die Belgen ken ik niet zo heel goed. Maar natuurlijk gaaf dat Robin Haase en Matthew Middelkoop spelen. Wonnen van de eerste geplaatst in echt een fantastische wedstrijd. Ja. En ja, dat is natuurlijk mooi. Maar het is altijd leuk als je dan na zo'n goede wedstrijd even vervolg kan geven. Dus ik hoop dat ze morgen net zo goed gaan spelen als ze deden gisteren. Het smaakt in ieder geval zeker meer en leuk om het hier op het Center Court te hebben. Ja, laten we meteen het hebben over Stefan Tsitsipas tegen Alex de Minaur. Ja, ik denk dat dat een hele gave wedstrijd gaat worden. Ten eerste hebben ze allebei natuurlijk twee wedstrijden gespeeld. Dus ze zijn al een beetje in vorm, gewend aan de baan, alles. Hij was echt heel goed vandaag, Tsitsipas. Tsitsipas heel goed. Hè. De eerste wedstrijd was kantje boord. Mm-hmm. Hij moest wennen aan denk ik heel veel dingen. Een tijdje geen wedstrijden gespeeld. Eerste keer binnen weer. En de Minaur is de snelste speler, of een van de snelste spelers op de Tour. En Tsitsipas die met zijn aanvallende spel gaat toch vaak voor de winnaar en naar het net. En ik denk dat je die contrasterende speelstijl, dat de Minaur echt een beetje een counterpuncher is en die reageert op wat Tsitsipas doet. Ja, dat gaat denk ik voor een hele mooie wedstrijd zorgen. Een hele mooie spectaculaire rally. Ja. En het blijft toch ook wel bijzonder wat Tsitsipas hier met het publiek, wat dat losmaakte. Ja, het is ongelooflijk. Het publiek reageert op hem, maar hij vice versa ook. En het is een fantastische man. We doen altijd heel erg ons best. Hij staat eigenlijk altijd bovenaan ons lijstje om naar Rotterdam te halen. De eerste avondpartij. We gaan het nu even over twee partijen hebben waarvan we het nog niet helemaal zeker weten wat het gaat worden. Maar Cameron Norrie weten we zeker tegen de wedstrijd die nu hierachter gespeeld wordt. Ja. Andy Murray tegen Aliassime. We kunnen het dus niet helemaal inschatten. Aliassime won de eerste, maar de strijd is nu losgebarsten. Ja, nou, het is nu set en 1-1 en alweer 3 breakpoints voor Aliassime. Dus eerst set voor Aliassime. Dus het lijkt erop dat hij gaat winnen, maar Aliassime. Dus ja, daar moet je een beetje rekening mee houden. En ja, dat wordt interessant. Je zegt het een beetje treurig, want jij hebt namelijk Murray voorspeld. Ja, mag je er even aan helpen herinneren? Het voordeel van deze wedstrijd is, wij als toernooi kunnen niet verliezen met zo'n wedstrijd. Hè. Soms heb je een speler, denk je, nou, ik wil echt liever dat deze wint. Maar beide spelers is mooi om in de kwartfinale te hebben. En Felix speelt gewoon te goed, denk ik. En ik denk dat Murray ook wel veel energie heeft gebruikt gisteren. Weet je? Dat is het probleem, zou ik maar zeggen, van Murray na de operatie en ook de leeftijd. Dat hij kan nog steeds heel goed spelen, maar hij herstelt gewoon wat minder goed. Dus voor hem om 3-4 wedstrijden in een week op hoog niveau te spelen, fysiek. Dat is af en toe een vraagteken. En als je dan tegen een Bublik speelt die alleen maar dropshots slaat, dan moet je constant... je moet er toch op rennen, weet je. Ook al win je dan de wedstrijd. Maar je hebt toch heel vaak van die korte sprintjes moeten trekken. Ja, en ik denk dat vandaag al een beetje zijn tol aan het ijs is. Dus, maar in deze wedstrijd kost hem ook nog eens een keer. Ja, inderdaad. Dus als hij deze wint, dan wordt het helemaal interessant. Maar aan de andere kant, rule hem nooit uit, zou ik maar zeggen. Andy, waanzinnige competitor. En break. Terwijl ik dat zeg, is het dus een break. Ja, break. Kijk, luister nou naar mij over tennis. Ik heb er zoveel verstand van. Maar we kunnen in ieder geval concluderen, linksom, rechtsom, de avondpartij morgen wordt een fantastisch affiche. Ja, die Cameron Norrie had vorig jaar het toernooi van Indian Wells gewonnen. Heeft even top 10 staan, nu staat hij 11 of 12 of zo. Hele goede speler, linkshandig, kan goed spreiden en zo. En even vanuit gaan dat Felix het gaat worden. Ja, natuurlijk agressieve speler en die wil ook zijn spelen. Zijn tegenstander eerst goed links-rechts spelen en dan toch een beetje inkomen. Dus je gaat van beide kanten denk ik wel een agressieve speelstijl zien. En kan hele mooie punten opleveren. En we gaan het zien. Ik ga niks meer zeggen wie er gaat winnen. Je hoeft niks meer te zeggen. Ik ga het je niet vragen. Het komt goed. De laatste partij, de titelverdediger André Rublev, die echt ijzersterk en constant speelt. Ik denk dat jij wel een voorkeur hebt wie daar tegen gaat spelen. Het is of Vukcevic of Griekspoor. Ja, Vukcevic. Nee. Eerst even Vukcevic. Niet de voorkeur. Inderdaad, het liefst natuurlijk de Nederlander. Maar dat is natuurlijk de finale van vorig jaar. Als Vukcevic zou winnen, dan tegen Rublev. Maar het zou natuurlijk mooi zijn. Kijk, wat we het liefst hebben als ze vragen, wat is je favoriete finale? Wat wil je het liefst zien? Nou, dan zeg ik of twee wereldtoppers tegen elkaar, of een wereldtopper tegen een Nederlander. Dat zou mooi zijn. En het grappige is dat het is nog steeds wereldtopper tegen Nederlander. Maar de kant waar het nu op gaat met Griekspoor en Van de Zandschulp, staan nu zo allebei zo
rond de 50, 60. Dat, ja, ik denk dat over een paar maanden staan ze misschien wel rond de top 30. En dan ben je nog geen wereldtop, maar dan ga je een beetje naar die subtop toe. Dus ja, langzaam ga je echt nadenken. Nou, ze hebben misschien wel kans om je halve te halen of finale of wat dan ook. Maar maak één van die twee mannen op dit moment kans tegen André Rublev? Nee, ik moet zeggen deze week, want Rublev heeft het een tijdje lastig gehad. Ongeveer zo sinds de US Open heeft hij niet lekker gespeeld meer. En niet zo top. Hij was natuurlijk aan domineren. Hij speelde echt goed. 4 of 5 van die 500 toernooien gewonnen, onder andere bij ons. En hij leek onverslaanbaar. En toen heeft hij niet een lekkere serie neergezet. Ja, en nu voor het eerst deze twee wedstrijden. Hij speelt gewoon heel erg goed. Ik denk wel beste tennis bijna wat we hier op Center Court zien. Zeker. Hebben van hem, ja, zeker. En ik denk voor hem ook een laatste, misschien in ieder geval zeker van dit jaar. Dus het wordt lastig. Maar ja, uiteindelijk speelt iemand zo goed zoals je tegenstander toelaat. Dus misschien een stallen op de juiste manier hem bespeelt. En af en toe inkomt of weet ik wat slijsjes. Niet te veel in die harde hard rallies gaat. Dat er dan, ja, wie weet wat er kan gebeuren. Maar normaal gesproken, zoals het er nu uitziet, denk je van Rublev is toch de favoriet tegen wie hij ook speelt in die wedstrijd. Het belooft dus al met al een ongelofelijke mooie dag te worden met alleen maar mooie wedstrijden. Ik heb er heel veel zin in. Jij ook nog steeds? Ja, ongelooflijk. Fantastisch. Super. De week gaat eigenlijk gewoon te snel. Dank jullie wel. Had jij nog een advies voor een Instagram-account wat mensen moeten volgen?